see. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling zijn bij Lekker op Zuid. Ja. Wat is het? Het is een delicatessenwinkel, een espresso bar en een lunchroom. En een beetje een, lijkt een beetje op een buurthuis. En waarom noem je het een buurthuis? Omdat we dagelijks vaste klanten krijgen. En wat voor mensen zijn dat? Allerlei soorten. Leeftijden, culturen. Het is echt een Afrikaanse wijk. En niet specifiek mensen uit de Balkan? Nee. Nee. Want Lekker op Zuid is Proef de Balkan. Ja, Proef de Balkan. Dat is echt voor de producten die we verkopen. En, als ik de Balkan proef, wat proef ik dan? Allerlei soorten producten die een Nederlander, laat ik het zo zeggen, niet kent. Soms heel zoet, soms pittig. Van tapenades tot vlees, gedroogd vlees. Ja, kaas. Het is echt een gevarieerd keuken, zou je het zo kunnen zeggen. Wie zijn dit? We zijn drie dames, drie vriendinnen, die dit Lekker op Zuid winkeltje hebben overgenomen een jaar geleden. En waarom hebben jullie dat overgenomen? Wij kwamen hier vaak als klant voor de koffie. We vonden het echt een gezellig winkeltje en de sfeer was echt heel aangenaam. Dus toen hebben wij besloten, ja, dat gewoon overnemen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben niet veel over nagedacht, dus het was echt van, we doen het. Je was 10 toen je naar Nederland kwam. Ja. Wat herinner je je daarvan? Alles. Alles. Toen wij naar Nederland kwamen, hadden wij zoiets van, we gaan voor een weekje, een maandje. Ik ga naar Nederland. Ik wist geen eens waar Nederland lag. Ik stond echt van, oké, leuk. We gingen wel ieder jaar ergens op vakantie, maar Nederland was voor ons helemaal nieuw. En dan kom je hier en dan voel je wel alleen. Want ja, mijn broer, mijn moeder en ik kwamen hier aan. Maar ja, we gingen gelijk ook naar school. Je maakt heel snel vriendjes. Dus ja, je leidt hier een leven. Dit is het leven voor mij. Je man, Bosniër? Ja. Ja. Is het toevallig dat je een Bosnische man treft? Ja. En dan nog, hij woonde hier, ik woonde hier en we leerden elkaar op vakantie in Bosnië kennen. Twee Rotterdammers leerden elkaar in Bosnië op vakantie kennen. Nou, hoe toevallig is dat? Ben je een Rotterdams? Ja. En dan ook echt Rotterdam-Zuid. Ik heb ook in West gewoond, maar ik ben echt een Rotterdam-Zuid mens. En wat is dat dan, Rotterdam-Zuid-mens? Ik denk dat hier toch de meeste culturen zijn. Dat je hier toch heel vrij bent. Dat je heel makkelijk in omgang met iedereen. Zo'n gevoel heb ik dan. Ik vind het hier toch... hier ben ik bij wijze van opgegroeid. Op je gemak? Ja. Maakt niet uit wie het is, wat voor afkomst of wat dan ook. We zijn gewoon één.
eigenlijk is voor ons filodeeg met vlees. Maar we hebben ook met kaas, met spinazie, aardappels. Dat is wat onze specialiteit is. En dat doen we voor de catering, op bestelling. We kunnen het hier ook serveren. Dus dat is echt specifiek een Bosnisch gerecht. Dus behalve het café wat je hebt, doe je ook catering? Ja, wij doen ook catering. Waar is dat vanmiddag voor bedoeld? Voor een festival hier in de wijk. Ze hebben ons gevraagd of wij boerek voor hun willen leveren. Omdat zij echt van alle culturen een hapje willen. En dat vinden wij typisch Bosnisch. Gewoon daar naartoe gaan brengen straks. Wij hebben ooit begonnen met Bosnische burek bakken. En dat is een stuk therapie wat voor mij, waar ik mijn emoties kan verwerken. Maar ook, het zijn hele positieve contacten hier. We hebben echt divers publiek en het geeft me voldoening. Dat ik contact heb met de buurt. En sinds een paar jaar geleden, sinds ik niet meer naar televisie kijk en het nieuws niet meer kan verdragen, probeer ik mijn leven op een soort microniveau te leven. En dit is dan mijn wereld. Je bent zelf uit Bosnië gevlucht. Ja. Wanneer ben je geen vluchteling meer? Volgens mij is dat een individuele vraag. In jouw geval? Ik ben dat nog steeds, denk ik. Is dat zo? Ja. Kun je me dat uitleggen? Hoe lang ben je in Nederland? Nu zit ik op de helft van mijn leven hier. De eerste helft heb ik in Sarajevo, Bosnië-Herzegovina doorgebracht. En nu zit ik op mijn helft hier. En, met elke nieuwe vluchtelingenstroom voel ik me weer vluchteling. En wat voel je dan? Pijn, onzekerheid, wanhoop, schaamte. Hoop emoties. Slapeloze nachten. Ik denk iedere dag aan al die mensen die vastzitten in Griekenland of Macedonië. Want ik zat ook ooit tussen Kroatië en Slovenië. Maar gelukkig voor maar één dag. En heeft zoveel impact gehad op mijn leven. En als ik bedenk dat al die mensen, nu duizenden mensen, ergens in Griekenland vast zitten. Zonder uitzicht dat ze ergens door kunnen reizen. Dat maakt me heel erg boos. Ja, ik ben wel in hart en nieren een docent. Ik vind lesgeven heerlijk. Wat is er zo fijn aan lesgeven? Ja, dat is voor mijzelf ook een mysterie, want anders zou ik me al lang vervelen. Ja, zou ik me er al lang aan vervelen, maar dat is dus niet zo. Ik doe het al ruim 25 jaar. Dus ja, dat is altijd een mysterie. De interactie tussen kinderen, ze zien groeien. Ik kan niemand piano leren spelen. Dat is heel gek, weet je, want ze moeten het uiteindelijk zelf doen. Ik kan proberen barrières op te lossen en problemen die ze tegenkomen op te lossen en wegen te laten. Ja, te zien, maar moeten ze dan ook zelf oppakken. Als ze goed gaan worden, dan wordt het een identiteit. En dan is het iets wat hen bij hun hele leven blijft.
heb je zo even gespeeld? Ik heb zo net een liedje van mij geschreven. Ik had een liedje geschreven en dat heb ik zojuist gespeeld. Het heet Infinite Beloved, heet het. Dat is eigenlijk een soort liefdesliedje. Is het geen hiphop? Nee. Hoe is het om, laten we zeggen, klassiekere muziek te maken? Ja, ik vind het eigenlijk wel zo van mijn eigen stijl. Zo. Ik vind het wel echt leuk, weet je wel, om iets anders te doen dan andere kinderen. Bijvoorbeeld, ik heb in mijn eigen stijl ook. De andere kinderen luisteren hiphop en ik maak mijn eigen muziek. En hoe ben je erbij gekomen? Ja, gewoon, ik zat een keertje op de piano en toen was ik een liedje aan het spelen en dacht ik, oh, dat klinkt wel leuk. En toen begon ik eigenlijk ermee. En je hebt les? Ja, ik heb van RC graag les. Muziek was er bij je thuis? Bij mij thuis? Ja, gewoon een beetje Surinaamse muziek ook. En normaal gewoon van muziek van MTV of zo, gewoon van tv zelf. Wat vinden ze ervan? Ja, ze vinden het wel leuk eigenlijk dat ik zoiets doe, want ik heb het geërfd van mijn opa. Die is in Suriname, die zat te spelen de orgel. Hey, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die denken Rotterdam-Zuid, klassieke muziek. Het hoort helemaal niet bij elkaar. Ja, dat komt door de cultuur hier. De cultuur is altijd hier, weet je wel, straatjongeren, popmuziek, hiphop. En dan, ja, dan kom ik met klassiek en dan ben ik zo van de buitenbeentje. Zo van. Maar dat, ja, zo ben ik en zo kent iedereen mij ook. Wat is er bijzonder aan, Octavio? Hij kwam ook toen hij ongeveer 14 was, geloof ik, bij mij. Hij is nog juist pas 2 jaar bij mij. Toen speelde hij met 3 vingers, had hij al 5 jaar op keyboardje gespeeld en zo. Maar nu, ja, hij improviseert ontzettend veel. Als hij een klassiek liedje geeft, dan leest hij dat wel. En dan leert hij het meteen uit zijn hoofd, maar dan gaat hij er ook gelijk zijn eigen ding van maken. Toen ik naar de klassiek schakelde, was dat wel eventjes een kleine revolutie thuis. Want? Die traditie is er niet. Die was er niet. Dus toen ik, ja, 14-jarige jongen, kom je dan met de symfonie van Brahms thuis op een LP. Dat was een heel gekke ervaring. Als ik nu terugdenk, voor hun was dat een cultuurschok. Voor mij niet zomaar, dat zomaar iemand uit de familie iets ging doen wat er helemaal niet thuis hoorde. Dan kan je zien van, je voelt je vrij of je voelt je niet vrij. Wat deed die muziek met je? Op het moment dat je daarna zit te luisteren en je gaat erin op, er valt een kwartje en je vindt het gewoon heel erg mooi. Of je nou precies moet realiseren waarom dat is, weet ik niet of dat nodig is. Op het moment dat je heel vaak, als je dingen beschrijft, dan is het weg. Dus misschien maar beter niet. Maar dan kun je het laten horen. Ik heb nog niet gespeeld, dus ik ben niet opgewarmd. We doen iedere maand een of andere actie. Wat we zelf bedenken of wat we heel graag in de buurt willen zien. En laatst kwam ik op het idee om omdat er kinderen in de buurt zijn die het niet zo breed hebben. We dachten, misschien kunnen we een kind als cadeau lesgeven bij Art. En zodoende hebben we geld ingezameld. En dat is gelukt? Ja. Art doet er dan de helft bij, zegt hij? Ja. En wat hebben we dan?
Dan hebben we denk ik voor bijna een jaar, als ik het goed heb, les voor een jongetje. Die talent heeft en heel graag muziekles wil volgen. We doen elke maand iets waarvan wij denken dat is goed voor de buurt of dat heeft de buurt nodig. Ja, niet alleen maar voor de buurt. In het begin deden we acties voor de vluchtelingen. Dus waar ons hart ligt, bedenken wij iets om voor de maatschappij te doen. En waar richt het hart zich op? Vooral op mensen die het minder hebben in de samenleving. Op een of andere manier. Iets extra nodig hebben. Dus dat. In wat voor wereld leven we? Een hele moeilijke, gecompliceerde wereld. Vol geweld. Voel je je veilig hier als je het over geweld hebt? In Rotterdam wel. In Nederland wel, zeker. Het heeft heel lang geduurd, maar ik voel me veilig en vrij. Ja? Ja. Dat is opeens hele andere energie, hè? Veilig en vrij. Ja. Rotterdam is mijn veilige haven en mijn vrijheid. Ja. Rotterdam is mijn vrije haven. Ja. Kun je dat, leg eens uit, wat betekent dat? Wat zeg je nou? Ik ben in deze buurt ooit gekomen als vluchteling. En ik wist niet dat ik ooit in Nederland zou belanden. Misschien voor vakantie met vriendinnen ooit, maar nooit dat ik als vluchteling naar ergens in Europa zou belanden. En ik ben ooit hier in deze buurt gekomen. Dat was mijn allereerste station, zeg maar. En in Afrikaanderwijk ben ik opgevangen door allerlei mensen die hier woonden. En het heeft heel lang geduurd. Ik denk iets van 10 jaar, 12 jaar, 15. Maar de laatste jaren begin ik echt vrij te voelen en ik voel Rotterdam echt als mijn stad. Rotterdam is jouw stad? Ja. Op een of andere gekke manier denk ik altijd Rotterdam voelt mij wond. En de laatste jaren groeit Rotterdam heel hard, heel snel en het wordt steeds mooier en vrijer en dus ik denk dat dat ook meespeelt. Als Rotterdam jouw wond voelt, wat voelt het dan? Verlies, maar ook verrijking. Wanhoop en hoop. Het is een buurthuis, maar dat is ook omdat jij dat wil. Ja, ik denk dat wij proberen om toch naar de mensen toe heel open en vriendelijk en dat ze zich welkom voelen als ze hier komen. Want op een gegeven moment aan het begin dacht ik van oké, elke keer vragen wat wilt u drinken, nu weet je het allemaal. En dat vinden ze heel fijn. Als je ze ziet, dat je weet van, oh, ik weet het. En met meer melk, minder melk. Dus al die kleine dingen voor de mensen, dat wel toch heel erg fijn, denk ik.